absoluut niet. Ik verwacht ook niet. Het is een van de moeilijkste wedstrijden om te winnen. Dus ja, nee, verwacht absoluut niet. De koers begon heel gesloten. Ook op die iets lastigere tweede lus ja, gebeurde er niet zo heel veel, vond ik. Ja, ik denk dat ik deze echt wel te danken heb aan Valerie de Meij, die ook een perfecte wedstrijd reed. Ploegtactiek werkte goed vandaag, hè? Ja, Valerie moest gewoon zien dat ze mijn groepje voorop geraakte. Dan was voor haar een perfecte kans om de koers zelf te winnen. En als zij mee zat, zat ik op mijn gemak. Dus ja, ze heeft bijna alle aanvallen redelijk goed gecounterd. Vond je het parcours wel selectief genoeg? Ja, die eerste lus was niet. Was redelijk vlak, hè. Maar die tweede lus vond ik wel mooi met die kasseistrook en dan die helling. Ja, die mocht er zeker wel zijn. Wat ga je nog doen dit jaar? Naar de Olympische Spelen. Is dat je hoofddoel? Te pieken dan nog? Ja, absoluut. Oké, succes.